Stelletje dwaasje. Moeten we naar buiten? Moeten jullie naar buiten? Hallo? Moeten jullie naar buiten? Nou, doe maar. Ja, maar doe wel weer die deur dicht. Want het waait nogal. Bij Grill Room Shalom. Dus ja, helemaal geweldig. Salade, steaks, ga zo maar even door. Helemaal top. Ik weet niet eens hoe die straat hier heet. Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer donderdag. De 21ste van de 4e 2022. En we leven alweer om 14:30. Ik ben alweer geramme tijd eruit, want ik heb de meisjes al uitgelaten, etc. En ik probeer in contact te komen met Karin, maar daar krijg ik geen gehoor van. Ik denk dat hij weer ligt te slapen of zo, ik weet niet. Maar dat merken we wel. Ik weet ook niet of ik het vandaag zal zien. Ze had het wel beloofd, maar ze heeft ontiegelijk veel pijn. Dus ik kan het verwachten dat ik haar niet zie vandaag. Stelletje dwaasje. Moeten we naar buiten? Moeten jullie naar buiten? Hallo? Moeten jullie naar buiten? Nou, doe maar. Ja, maar doe wel weer die deur dicht. Want het waait nogal. En warm is het niet? Nee, echt nog niet. En vooral de koude plekken niet. Nee, het is niet bepaald warm. Maar het zonnetje schijnt. En die warmte wil ik graag in mijn huis behouden. Want dan hoeven we niet te stoken. Mag toch niet. Ja, tenminste mag niet, maar je mag wel stoken, maar we moeten minder stoken. Ja, en als je ziet wat er allemaal aan het gebeuren is, nou, de hel gaat losbreken. Ja, en dat ga ik denk ik niet overleven. Nee, en met mij meerdere niet. Maar dat doet er even niet toe. We leven nog. Laten we daar even op houden. Maar in ieder geval, ik zal ook zo lang mogelijk doorvechten, ja, in mijn uppie. Met mijn diertjes. Simpel. En ja. Jee, jongen, nog een toe. Stilletje. Trinola's. Maar in ieder geval, ik wens jullie ook natuurlijk weer welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, want daar zijn jullie gewoon weer aanbeland. En ja, ik ga zo meteen even een bak koffie maken, want daar heb ik wel zin in. En dat stuift, dat zand. Wow, dat is zo droog als hoppen. Ja, maar ja, wat wil ik nog zeggen? Ik ben de hele kluts kwijt. Nou ja, maakt niet uit. Ik ga koffie maken en ik ga zo meteen proberen een vlog te renderen. En ik ben er bijna aan toe om mijn telefoon weer te legen. Dus ja, dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik heb dus nog een hoop te doen. En als Karin tussendoor welkomt en ze wil alsnog hetgene doen wat ze in haar hoofd had. Nou ja, dan gaan we dat ook nog even doen. Maar dat ik niet weten. Nee. En dus, maar oké, maakt het allemaal niet uit. Ik zeg gewoon op mijn beurt. Geniet van je dag, geniet van je leven, want het duurt nog maar je leven. En geniet ook zeker met ons mee. Ja, gewoon doen. En nou, Karin die belde me net van, nou, ik stap nu de deur uit, zie ik u zo dan. Ik zei, ja, ik maak ik me klaar en dan kom ik ook die kant op, ja. Dus we gaan ons klaarmaken en ik zal er straks wel ergens treffen. Is het niet hier bij de fietsenwinkel die hier vlak achter staat, dan is het wel op het terrasje waar we iedere keer zitten te eten. Ik vergeet daar die naam ook nog steeds van, maar ja, dat doet er niet toe.
Maar in ieder geval, lieve vrienden, we gaan er lekker vandoor en we gaan er lekker van genieten. En dan nemen we jullie gewoon weer gezellig in mee. Ja, ik zou Karin ergens treffen, maar dat is al gebeurd. Maar ze kwam hier al naar binnen. Ik had mijn jas aan, maar die komt weer uit, want daar zit ze. Maar we gaan wel samen even nog lekker van het mooie weer genieten. En we zien wel wat we doen. Ja, we nemen jullie gewoon er gezellig in mee. Dus geniet gelijk mee. Een beetje aanzoelbeest. Nou, en Karin die zit er heerlijk op de gemakje zit erbij. Beentjes lang uit, over een andere stoel. Moet allemaal kunnen. En dat mag ook allemaal. En waar zijn we aanbeland? Nou. Aanbeland en geen aanbeland en maar aanbeland. Ja. Bij Grill Room Shalom. Dus ja, helemaal geweldig. Salade, steaks, ga zo maar even door. Helemaal top. Ik weet niet eens hoe die straat hier heet. Staat er Breewater. Straat of plein? Staat er wel op. Waar? Breewaterstraat. Dat is het adres. Dus ja, voor alle mensen die Den Helder aangaan, ook hier kan je terecht voor heerlijke smullen. En dit is een eigen folder voor thuis. Die krijgt men door de brievenbus. Ja, helemaal top. Ja, we zijn weer thuis. Ja, dat zien jullie. Ja. En jullie hebben gezien waar we zaten. En Karin die wou nog douchen, et cetera, et cetera. En nog even liggen. Logisch, want ze vergaat echt van de pijn. Ze kon het niet meer uithouden. Dus ja, sorry meneer Boom. Ja, de feestwereld, weet ik veel hoe je salon mag heten. Ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Maar ja, doet er niet toe. Jullie hebben pech, ja. Ja, en we zijn ook niet bij Fanti geweest, nee. Zover zijn we niet eens niet geweest. Nee, we waren heel, heel dichtbij. En het was lekker, ja. Ik heb mijn eten meegenomen. Karin, die had een pizza, die heeft ook de rest van de pizza meegenomen. Kon er niet meer, nee. Nou ja, dan houdt alles op, dus krijg ik het bij hun. Mee in een bakje of wat dan ook. Helemaal geweldig. Dus ja, vanavond kan het zo opwarmen. Tenminste vanavond, dat heet het. Ja, het is 5 uur geweest. Hoe laat leven we exact? 8:05. Dus het is namiddag. Maar ja, dan wens ik jullie dus allemaal een hele fijne namiddag nog. Doe wat je doen moet. Doe wat je doen wilt. En geniet daarvan. En we spreken elkaar sowieso vanavond wel weer ergens. Ja toch? Ze zeggen tot dan. Doei! Ja, welterusten lieve vrienden. We gaan een bedje toe. En ja, ik wil jullie dus welterusten wensen. Alwin ligt daar. Rijker ligt hieronder. En Gandalf die is geloof ik net naar de douche toe. Maar ja, het maakt niet uit. Maar ik wens jullie wel. Maar wel rusten, slaap lekker, met mooie dromen en uiteraard weer gezond uit jullie bed zien te komen. Zover, tot morgen.